Humans Mark hier en ik ben hier even met een klein streampje vandaag. Geluidsontame, dus Jordan hem heel verdubbel. Humans Mark hier en ik ben hier even met een klein streampje vandaag. Ja, ik heb even zin in een Eurotruck, dus dat ga ik even spelen. Maar ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie er even zin in hebben. Ik ga erin. In ieder geval, oh, server is rustig. Europa 2. En dan ga ik de server even joinen. Ik ga sowieso even één ritje doen voor jullie. Of twee. En dan zie ik het wel. Als het een lange rit is, prima. Ook goed. Want ja, ik had er best nog wel veel zin in. Vandaar. En ja, ik zit nu in Europa 2. Ik heb tegen wat ik nu even ga doen. Ja, mooi. Ik sta op dezelfde plek. Prima. Ga ik gelijk even een ritje pakken. Eens even kijken. Ah, kijk. Dus een keertje naar Rusland. Nou, laten we dat eens een keertje gaan doen. Wel verrijden voor mijn vrucht, maar dat maakt niet uit. Ik kan gekker met de Eurotruck. Een paar keer rally race gauw al mijn mensen. Streamen op YouTube. Over één keer per week. Dit is een kleine stream. Maar ja, ik ga nog wel wat langere streams doen dan deze. En dan zijn we misschien met andere erbij. Ik ga hem erin op zo, ik ga zo naar first person toe hoor. Even die trailer aankoppelen.
En bergopwaarts draai je ook extra langzaam. Is leuk. Oké, hier is mijn trailer. Oh, schade. Niet goed onder. Lekker bezig. Mooi, je zit eraan. Nou, first person maar. Moet 7 uurtjes rijden, 423 kilometer. Hou van wat te doen. Dit is toch maar een klein streampje wat ik doe. Dus ik vind het prima. Normaal rijd ik dit met vrienden ook, dames en heren. Maar nou ja, die zijn, we hebben al een ritje gereden vanmiddag. Dus die is al doorgegaan. Nu rijd ik even alleen, dus ik vind het ook prima. Ik rem iets te laat. Bij deze. Ja, ik rijd met een Volvo. Ik ga zo meteen weer terug naar Scania. Omdat ik die toch wat fijner vind. Lekker zijn we er bijna. Ah, bijna. 175 kilometer. Echt maar een klein streampje hoor. Ben je wel een ander land binnen? Komt het tegenliggertje aan?
Jona Rona. Ja, een klein streampje. Ik had eventjes zin in een ritje in Eurotruck vandaar. Ik denk even een kleine stream. Met even twee korte ritten waarschijnlijk. En ik dacht, ik doe hem op YouTube. Ah, dat zonlicht ook. Sorry, een beetje verkouden. Tijd door groen. Leuk, gekheid. Ja, probeer een beetje goed te rijden, maar ja, niet alles lukt. Ah, vanmiddag had ik niet heel veel zon. Bij mij. Het was wel koud. Oh, ik rijd de berm in. Maar ja, het is nu de zon in de game, hè. Waardoor ik slecht zie. Oh, er staan er twee. Als ik nu zo kijk, dan schijnt hij volop in mijn gezicht hier. En dat is dus het vervelendste. Ook ze niet op te letten. Gelukkig is het alleen maar dit weekend koud. Dit weekend is er bij mij wel sneeuw voorspeld. Maar of dat veel zal worden en hier zal vallen, geen idee. Dat vertrouw ik nooit zo heel erg.
Yo, True Gamer. Ja, heel eventjes maar. Heel klein streampie. Dat ik toch pas om 2 uur op moet en ik had er even zin in. Dus zonder plaatsen stop ik eventjes, want ik moet even naar het toilet. Naar rustplaats dan. Hier is. Ja, die van mij ook. Gaat om 12 uur vandaar. En ik had er toch even zin in. De rest is wel weg, maar ja. Alleen rijden vind ik ook niet erg. Inderdaad, veel te vroeg. Oh, van de Eurotruck. Ja, ik heb deze avond nog eventjes met Challe, Brian en Aapje gereden. Dus ik heb me wel vermaakt. We rijden bijna altijd in convoy als we Eurotruck doen. Oh. Vandaag dus eventjes gewoon alleen. En dat doe ik hier in first person, terwijl ik normaal altijd second person doe. Oh mijn god. Werkzaamheden. Scherp ingestuurd. Ah, mooi, contention. Kan ik heel eventjes snel naar het toilet? Ik zo terug. Even vast. Klein stukje. Oh. Even naar het toilet. Zo terug.
Oh, zo. Bericht ingetrokken, oké. Okay. Nou, gaan we weer. Oh ja, inderdaad. Het is ook heel vervelend, Okona. Ah, kak, grenscontrole. Een grenscontroletje, of course. Ik slaap soms ook wel eens redelijk laat. Vandaag even iets later. Maar ja, ik had nou even zin in een klein eurotruckritje. Misschien dat ik er zo nog even heen ga doen. Er staat er geen file bij de tol. Douane. Wachten. Ik had eigenlijk nog even mijn mobiel nodig om dit op Twitter te zetten, maar nee, maakt niet uit. Oh. Rij langs tol. Moet nog 112 kilometer. Je moet trouwens naar Rusland, dus ik ben nog wel een tijdje onderweg. Nou, ik heb straks wel mijn slaap nodig, moet ik zeggen. Ik ga even voor je kijken. Eens even kijken waar ik nu bezit. Ik ben nu net voorbij Rezekne. Dat is we zien te Estland of te Litouwen. En ik ben onderweg naar dit. Waarschijnlijk ben ik echt net de grens over naar Rusland. En heb ik die garage daar? Ja, die heb ik. Oké, okay, mooi. Thank you.
Doe ik zo nog even een klein ritje hierna. En dan kom ik ermee. Morgen ga ik sowieso wat langere ritten doen. Heb ik iets meer tijd, want ik hoef er zaterdag pas laat uit. Zaterdag heb ik een film, middagie, en de eerste die begint om 16:45. Beide in 4DX, dus lekker met allemaal bewegende effecten. Ah ja, 65 kilometer zeker. Kijk trouwens in het vernieuwde DLC-gebied. Tanken? Nou, drie kwart vol nog. Hoef nog niet echt te tanken. Ik heb het weekend lekker vrij. En met kerst heb ik ook één dagje vrij. Heerlijk. Balen voor je. Oh, ik ben al bij de bestemming. Rustig aan over die spoorovergang. Ik nooit over een trein aankomt. Mooi. Iets scherpe bocht. Nog eens voorovergang. Lekker druk. Ja, 6 kilometer, 12 minuten. Er wordt zo'n kut zigzag bochie. Die ga ik heel veel in second person doen, want dat is niet goed.
Volgende week. Maar heb ik dan geen vrij. En volgende week vrijdag sowieso kerstinkopen aan het doen, dus moet dan ook maar. Zo, aangekomen op de bestemming. Dat is sowieso één. Ja, ik zit even naar second person, zodat ik kan parkeren. Nee, het is online mode, dus dan heb ik geen verkeer. Ik kan alleen tegenspelen. Mooi, die is geparkeerd. Niet heel veel, maar weer wat. Kijken weer. Oh. Externe contracten. Dat is fair. Nice. Oh, dat is nog niet zo'n ver ritje. Ik wil ook wel naar Jönköping. Ja, doen we dat wel, Jönköping. In Zweden, nou eindigen we daar lekker. Ja, je moet wel oppassen voor tegenspelers. Oh. Start. Even één zware vrachtje. Dan ga ik er daarna mee stoppen. Deze moet je alleen in Duisburg komen of wat nou? Duisburg of Calais. Dat zijn hele drukke plaatsen in Europa 2. Ja, grote. Kan gebeuren, True Gamer, kan gebeuren. Was toch nog van plan één ritje eraan doen.
Bijna maar mijn bestemming. Ik ben tegen Paul aan. Verzenden. Nog een zware vracht. Maar het is geen asfaanbochtie. Wacht even, dik op zijn haartje. Ja, inderdaad. Oké, rijd maar. ...21 uur rijden. Exclusief de pont. Zal het wel eventjes een tijdje in beslag nemen. Het is een lange rit. Nog even. Dat was een zeer scherpe bocht die ik nodig had. Ik denk zo eerst eventjes de tank vol voordat ik verder rijd. Tank vergooien lijkt me ook een goed plan. Voor nu. Kan ik tenminste de hele weg doorgaan. Ondanks ik nog 3/4 heb. Door bij de volgende. Ik heb geen zin om zo'n afrit te hebben.
En daarom heb ik ook bijna overal een garage voor al die money's hier. Trailerschade. Oh, ik maak de bocht iets te krap. Iets scherper moeten nemen en ik sta vast. Boutje, bedankt. Het is alleen de andere kant op, maar ja, ik doe gewoon via deze kant. Zin maar. Goedkoop. Nu komt het even. Had ik die benzinebom gepakt terwijl hier er nog eentje zat? Holy crap. Hoe kun je de baat? Oh, we krijgen weer een douanecontrole. Dus ik ga eventjes langzaam aandoen. Iets te hard geremd. Paspoortcontrole, jongen, jongen. Duur lang. Nou, mooi, we zijn er door. Yo Danny. Ja, nu nog even live. Maar het is een laatste ritje hoor, die ik even doe. Is goed.
En eigenlijk ook Pit hoor. Steeds erin natuurlijk faalt. Yo, laten we het niet. Laat ze. Best wel een end hoor. Even niet op te letten. Ik ben eigenlijk ook in te kakken hoor mensen. Ik heb al een biertje op. Een HJ, Grande Prestige. En die is 10%, daar ga ik niet nog eentje van drinken. Inderdaad. Ik wist ook al niet dat hij zo zwaar was. Oh, Tartu. Zitten we nu? Alleen ze gaan nu een beetje klotere kak rijden. Maar kom goed. Oeh, paaltje. Ah, oh, stoepie.
Toepie ging goed. Hoeveel rotonde zit hier wel niet? Te veel om op te noemen. De eerste DLC, ja, die heb ik al. Daar rijd ik nu in. Ja, ik heb hem toch gepakt. Ik wou hem eigenlijk later doen deze maand. Maar ik heb hem gelijk gepakt toen hij werd gereleased. Leuk. DLC is best wel leuk. Mooie plekken. Dus hij is het zeker waard. Ik zou eigenlijk even wachten tot 20 december. Voor mij kwam er dan Steam Sale. Misschien dat hij dan wat lager is in prijs. Ben in de buurt? Nope. Kijk hoe ver het nog moet hoor. Tot aan de pont dan. Nou, de pont zit ik bijna. Klein stukje nog, daar naartoe. En dan moet ik nog een stuk doorrijden. Voordat ik er uiteindelijk win. Ja, het is een het is een afgelegen plekje. Maar wel via een paar steden, maar oké. Bordje. Nu werkt zo mee het bordje. Stel naar de pont nog een klein stukje. En ik zeg ook al een keer plicht buiten. Oh, het is eventjes lekker rustig nu. Rustige game.
Ik heb er straks al gereden, maar toen had ik geen zin om te streamen. Het is wel bijna 2 uur nu, maar ik maak deze rit nog wel af. Daarna rijd ik pitten. Komen er 2 aan? 3 zelfs? Of naar second person? Dezelfde truck. Mooi. Ik haal ze niet in. Nou, ik weet op die gewone baan kunnen blijven. Beter op de gewone baan kunnen blijven, maar ja, het is wel gelukt om er voorbij te komen. Cool. Kom weer bij mijn stadje. In de buurt. Zoals gezegd, moet naar de pont. Oh. Een tegenligger, daar wacht ik heel veel op. Ja, wacht heel voor het rode stoplicht. Hij is zover. Iedereen wacht hier. Vandaar. Ah, ik ben al bij de pont. Duitsky ontdekt. Oh, het is weer zo'n lekker zigzagbochie. Altijd leuk, altijd leuk. Mooi. Inschepen maar. Pak handrem. Voor mij rijd ik verkeerd terug.
Yep, een beetje. In de tegengestelde richting. Mijn fout. Ja, bijna op de bestemming. We zijn wel in Zweden ondertussen. Zweden. Iets hard op de rem. Echt iets te hard op de rem was het. Diepe zucht. Rustig in Europa 2 nu, maar ja, het is ook al midden in de nacht, dus ik denk niet dat er nog veel publiek op zit. Meestal rond 8, 9 uur 's avonds zit hij het volst. Kilometer zijn we er. Oh, waarom is? Gaan we rechtdoor blijven rijden? Ah, 5 uur 9, 35 minuten. Raak. We zijn op schema. Voor nu. En ik rijd op stippellijntje, want ik voel hem trillen. Wow, sorry hoor, ik ben echt in slaap te vallen. Ja, deze rit wil ik nog afmaken. Wel jeuk. Oh.
Ah, god, ik moet niet zo laat meer gaan streamen als ik zo teg moe ben. Maar ja, als je er zin in hebt, dan verwin je wel je vermoeidheid. Nog een kleine 300 kilometer. Vesteres. Daar heb ik de garage al. Oh, ik ben die al eerder langs geweest. Haal even je andere route. Ga ik gewoon erheen? Heerlijk. Bij me in de buurt. Oh, staat er iets? Oh. Er komt geen afsluiting voor. Zorg pas heel laat. Dat heb je in het echt ook. Als je moe bent, begin je een beetje zo te slingeren. Dat is wel een hele erg slingerbocht. Dit is dus vracht, tractoren. Ik denk later in, dacht ik. Orebro. Zitten we nu? Had ik daar nog geen garage, maar ja, ik ga niet een keer om een keer nemen om te stoppen voor een garage. Little useless. ...200 kilometer. Nee, dacht ik het terug zou gaan komen, maar was niet zo.
Klein 181 kilometer. Kijk, als je geen externe vrachtenkent doet, dan kun je harder dan 90 kilometer. Nu kan ik maar 90 kilometer omdat ik een externe vracht doe. En er is er eentje weg. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga zo... Hoor. Hij is voor terug. Meteen mijn aankomst parkeer ik mijn auto, vrachtauto. Vin parkeren dit. Dan ga ik ermee kappen. En ik zeg, doe ik die zware vracht gewoon makkelijk. Niet echt 100% zin om in te parkeren. Oh, mijn vinger doet een beetje hier. Cruise control. Lekker makkelijk sturen met het cruise control. Paaltje. Nog een paaltje. Oh. Oh, nog 50 kilometer. Ik hoop niet dat hij in die plek druk is waar ik naartoe moet. Ik denk het wel. We zijn met de haarspelbocht, dus ik hou wel nu eventjes het gaspedaal ingedrukt. Nou ja, gaspedaal, controller.
paar minuutjes nog. Ho, rotonde. Dat ging bijna mis. Ja, ah, kijk, daar is de bestemming al. Vuilnis, op de weg. Nou, dat is niet simpel. Deze ook wel vermakkelijk. Mooi, hij is geleverd. Zo mensen. Dat was hem dan voor deze stream. Ik heb even genoten. Even lekker anderhalf uurtje live geweest. Was een klein ritje van plan. Maar ja, het zijn dus toch twee ritten geworden. Waarvan een lange. Bedankt voor het kijken. Morgen waarschijnlijk weer live met ETS op YouTube. Dit keer. Want ja... Normaal op Twitch, maar daar kijkt weinig naar ETS. Dus morgen weer live. Bedankt voor het kijken en tot morgenavond laat. Later!